Goed, dames en heren, allemaal van harte welkom bij de raadsvergadering van dinsdag 6 februari 2018. Daarmee heb ik de vergadering geopend met mededeling van afwezigheid van burgemeester Snijders, de heer Rodemond, tweemaal de heer Mulder, zowel aan de kant van de ChristenUnie als aan de kant van de Partij van de Arbeid, mevrouw Kloekhorst en mevrouw Van Veldhuizen. Daarmee ook de mededelingen verricht. De actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? Is het geval? Ik geef het woord aan mevrouw Van den Hoek namens fractie van GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort houden. Ik heb een vraag aan de portefeuillehouder van duurzaamheid en is hier de Vent. We hebben de afgelopen weken vanaf 27 januari vele tegenstrijdige berichten gehoord over wel of niet verantwoordelijkheid van NAM en Shell als het gaat over de schadevergoedingen met betrekking tot de gaswinning. En daar hadden wij nog een paar vragen over in die zin. En die luiden, deelt de wethouder onze zorgen dat als dit soort tegenstrijdige berichten in de media komen, dat daar de zekerheid voor onze eventuele schadevergoedingen wellicht in knel komt? En is de wethouder bereid om uit te zoeken wat voor effecten dit soort tegenstrijdige berichten kunnen hebben op het schadeprotocol wat gemaakt moet worden voor de gemeente Hardenberg? En is portefeuillehouders voornemens om het verzoek richting het bevoegd gezag in te dienen om het schadeprotocol voor Hardenberg zo snel mogelijk te laten regelen of vast te laten stellen en ons daarover te informeren? Nou, dat gezegd hebbende, ik heb begrepen dat we op 20 februari de NAM en het advies voor de gaswinning op de agenda komt te staan. Dus het lijkt me wellicht een idee om de beantwoording dan te verplaatsen naar die 20ste. Maar dat heb ik hem in ieder geval gedaan. Voorzitter. Akkoord, dank u wel. Ik zie de heer Stelpstra eigenlijk wil interrumperen op het verhaal van mevrouw Van den Hoek. Ja. Echter, hoofdstuk 41, reglement van orde, artikelen 7 en 8, zeggen dat ons eerst het college met een antwoord komt en dat hij daarna de ruimte krijgt om mevrouw Van den Hoek te bevragen op haar vragen. Serieus? Serieus. Dus ik geef eerst het woord aan het college. Dank u wel, voorzitter. Nou, dan kan ik misschien heel kort reageren. De 20ste komen deze onderwerpen terug. En daarmee zou ik het gemakkelijk kunnen afdoen. Maar u geeft mij nu de ruimte, dus die pak ik maar even. Ik denk zeker als het gaat om het schadeprotocol, daar is veel over gesproken. Ook in het licht van wat er in Groningen is gebeurd. Met name rondom dus het grote gasveld. Maar er zijn ook heel veel gemeenten met kleine gasvelden. 120, we hebben 120 kleine gasvelden in het land. Kunt u allemaal zien op de site van de NAM. En die hebben ook een belang. Nou, en dat belang willen we met elkaar ook delen en verdedigen. Dus ik heb binnenkort ook een overleg met gemeenten met kleine gasvelden om te kijken ook wat wij kunnen doen, met name rondom het thema schadevergoeding, schadeprotocol. En daar moet gewoon geen misverstand over bestaan. Als voor Groningen iets goed geregeld kan worden, dan moet het ook voor de kleine gasvelden, zou ik willen zeggen. Akkoord. Kort antwoord vanuit het college dat eigenlijk ook vooral wijst naar 20 februari. Heer Stelpstra, nog behoefte om te reageren. Ja goed, voorzitter. Ik vind het wel bijzonder dat deze vragen nu hier gesteld worden. Mevrouw geeft zelf al aan dat we hier 20 februari met elkaar over gaan discussiëren. Ik zou het dan ook gepaster vinden dat de actuele vragenronde daartoe wordt gebruikt waarvoor die echt nodig is. Dank u wel. Akkoord, dank voor die opmerking. Is behoefte om te reageren, mevrouw Van den Hoek? Maar heel kort, het staat iedereen vrij om daar gebruik van te maken en dat op de wijze te doen die men acht en nodig vindt. Dank u. Akkoord, volgens mij is u bij de standpunt voldoende helder gemaakt. Verder geen behoefte om gebruik te maken van deze ronde. In het geval, het vaststellen van de agenda. Kunt u leven met de agenda die voor ligt? Dat is ook het geval, al dus vastgesteld. Het spreekrecht van de agendapunten, daarvoor heeft zich niemand gemeld. Ik zie ook nu geen beweging vanaf de publieke tribune. Dus bij de oorronde volgens mij, in de vergadering hierna. Ja, dan beginnen we denk ik over een minuut of 5 tot 10 mee. Dan krijgt u daarvoor voldoende ruimte. In de raadsvergadering niet, want het moet ook enkel gaan over de bespreekstukken die op de agenda staan. Die zijn er niet, dus die had ik het ook meteen kunnen afhameren. Dan ga ik naar het vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van dinsdag 9 januari 2018. Akkoord. Dan gaan we naar de hamerstukken waarvoor u alleen de mogelijkheid tot een stemverklaring heeft. En dat is punt 6, het beleidsplan civiele kunstwerken, CDA, voor
ChristenUnie voor, GroenLinks, VVD, Op Koers en de Partij van de Arbeid. Al dus besloten. Punt 7, de ingekomen stukken tot en met 23 januari 2018. Akkoord met de wijze van afdoening. Ook het geval. Dan kom ik bij de rondvraag en kijk eerst naar de raad. Zie ik niemand, maar ik weet dat een collegelid wel graag behoefte wil gemaakt van uw rondvraag. Dat is dan wel niet helemaal overeenkomstig met uw reglement, maar geef er toch toestemming voor. Ja, we volgen al niet het hele reglement vandaag, dus... Dank u wel, voorzitter, en dank u wel, raad. Even, u heeft op uw bureau liggen een volgtje van Hardenbergse uitdaging. Die organiseren samen met de Stuw en het ondernemershuis de Hardenbergse beursvloer. Misschien bij een aantal van u wel bekend. Ik breng u graag nog even bij u onder de aandacht. 14 februari, volgende week woensdag, in Zaal Mulder. En daar hebben zich inmiddels 16 bedrijven en 23 maatschappelijke organisaties voor gemeld. Dus met gesloten beurs diensten uitwisselen. Daar wordt ook een beroep gedaan op u als raad om te assisteren als hoekman, hoekvrouw, om het allemaal in goede banen te begeleiden. Daar heeft u ook als het goed is, volgens mij al een keer informatie over gehad. En als het niet het geval is, dan gaan we dat morgen nog een keer regelen. Want het is bijzonder interessant te zien wat daar gebeurt met gesloten beurs, dienst uitwisselen. En evenals andere sessies die we in het verleden hebben meegemaakt, is het ook altijd heel mooi om te zien dat raadsleden daarin ook ondersteunen om iedereen daarin te begeleiden. Dus ik zal zorgen dat u morgen dan nog een keer die informatie krijgt. Maar volgende week woensdag, 14 februari, vanaf 5:30, 6 ongeveer tot 8:30, de Hardenbergse beursvloer in de successie. Akkoord, dank u wel. Dan rest mij niets anders dan de vergaderingen te sluiten. Ik stel voor dat we over 1 minuut of 5 met de oriënterende ronde beginnen. Dank u wel.